In deze aflevering staat het sleutelmoment groep 3 en 4 centraal. In deze periode leren kinderen lezen. Hoe minder geletterde vaardigheden ze hebben verworven in de voor- en vroegschoolse periode, des te groter de kans dat het leren lezen moeizaam gaat en hun leesmotivatie afneemt. Het aansluiten bij interesses of belevingswereld is daarbij vaak van ondergeschikt belang. En dit kan negatieve gevolgen hebben voor de leesmotivatie en het leesplezier. In groep 3 ben je heel erg bezig met het technisch lezen. Daarnaast is het heel erg belangrijk om die leesmotivatie heel hoog te houden. Dus naast het technische aspect bieden wij van alles aan om die leesmotivatie te blijven stimuleren. Zodat het plezier in lezen gewoon heel erg op nummer 1 blijft staan. Wat wij als leerkracht in groep 3 heel erg doen, is dat je naast dat je de methode natuurlijk volgt, plannen wij op de dag ook heel veel andere leesmomenten in. Maken wij gebruik van verschillende werkvormen. Maken wij gebruik van duolezen, in groepjes lezen, klassikaal lezen. Er is een leeshoek in de klas. En wat we vaak doen is ook dingetjes mee naar huis geven. Dit jaar met Valentijnsdag bijvoorbeeld had ik een tekst over Valentijn. En het was eigenlijk een soort liefdesbrief, ik hou van jou. En de opdracht was om die thuis aan iemand voor te lezen. En de volgende dag zou de juf dan wel horen bij wie dat was gelukt. En dan komen kinderen heel enthousiast op school. En juf, ik heb hem aan mama voorgelezen of aan opa. Dus dat is heel leuk om te zien. En de kunst is altijd om kinderen gewoon ongemerkt te laten leren. Dus dat ze gewoon heerlijk met lezen bezig zijn en eigenlijk niet doorhebben dat ze aan het leren zijn, zeg maar. Dus dat is, ja, dat is een mooi doel. Naast het kinderen zelf laten lezen, is voorlezen natuurlijk ook heel erg belangrijk. Wij stimuleren ouders ook enorm om voor te lezen. Regelmatig komt dat weer mee naar huis in de nieuwsbrief. Tips van boeken die ze meekrijgen, die ze kunnen voorlezen. Alle kinderen zijn automatisch lid van de bibliotheek in Arnhem. Doordat wij een bibliotheek op school hebben. Waardoor ouders ook makkelijker naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen voor thuis. Wij hebben bij ons op school best wel veel te maken met kinderen met een tweede taal, meertalige kinderen, waardoor wij ook vaak tegenaan lopen dat de woordenschat bij kinderen die bij ons op school komen soms wat aan de lage kant is. Ook daar is het leesonderwijs en de taal en de boeken gewoon heel erg geschikt voor. Thema's die heel erg actueel zijn, boeken die aanspreken bij kinderen gebruiken, met plaatjes, erover praten, erin bladeren, tafels maken. Dus dat is gewoon heel fijn dat je dat er gewoon heel goed bij kan betrekken. Wij werken met de bibliotheek op school. Dat is een enorm speerpunt bij ons geweest. Kinderen zijn heel erg gemotiveerd. Leerkrachten zijn heel erg gemotiveerd. Ouders kunnen we er heel erg in betrekken. Dat is allemaal heel fijn. Onze leesconsulent van de bibliotheek, dat is van Rosette, die werkt nauw met ons samen. Wij hebben regelmatig overleg met hem. Hij heeft ons ook heel veel geleerd over hoe je de bibliotheek op school inzet. Maar geeft ook wat teamtrainingen. En wij zouden nog wel iets meer daar gebruik van willen maken. Zodat je nog meer werkvormen van lezen, vooral in de bovenbouw kunt inzetten. Om dat leesplezier hoog te houden.